Goedemiddag, mijn naam is Danielle. Ik leef al bijna 10 jaar met schildklierkanker. En mijn verhaal begon wanneer een vriendin van mij mij wijst op een verdikking in mijn hals. Het is dan augustus 2014 en ik had het zelf nog nooit opgemerkt, voelde me kiplekker. Desalniettemin besluit ik naar de huisarts te gaan en die besluit mijn bloed te prikken om te kijken naar mijn schildklierwaardes. Dus die waren goed en er wordt uiteindelijk besloten om een echo te maken van de verdikking. Op de echo is te zien dat er rechts een knobbel van 3,5 centimeter zit en links 2 kleinere. Vervolgens moest ik nog 2 weken wachten op de uitslag en uiteindelijk kreeg ik op 2 december de uitslag dat het ging om een medulair schildklierkarcinoom. Ze hadden me, mijn aangrenzende lymfe meegenomen. Daarvan waren er ook een aantal niet goed. En begin januari kwam er een tweede operatie. Welkom bij de schildklierwebinars van Schildklierorganisatie Nederland. Webinars over het leven met een schildklieraandoening. In elke aflevering spreken we met zorgprofessionals of ervaringsdeskundigen. Ik ben Marlies Moor, directeur van Schildklierorganisatie Nederland, de enige patiëntenorganisatie voor mensen met een schildklieraandoening en hun naasten. Deze aflevering gaat over gevorderd schildklierkanker. Goedemiddag, ik ben dokter Van Leeuwaarden, werkzaam in het UMC Utrecht op de afdeling endocrine oncologie binnen het Cancer Center. En binnen ons centrum ben ik een specialist op het gebied van schildklierkanker en dan met name voor de patiënten met gevorderd schildklierkanker. Ik zal u vandaag wat meer vertellen over de gevorderde schildklierkanker en de behandelingen die we hier in Nederland geven aan de patiënten. Ik zal een aantal punten met u bespreken. Eerste vraag, wat is gevorderde schildklierkanker? Hoe vaak komt gevorderde schildklierkanker voor? Wanneer kom ik in aanmerking voor systeemtherapie? Wat is systeemtherapie? En wat kan ik verwachten van systeemtherapie? Wat is gevorderde schildklierkanker? Hier gelden meerdere definities voor. En het is met name aan uw behandelaar om aan te geven of hier sprake is van gevorderde schildklierkanker. Maar de definities die wij doorgaans gebruiken zijn als volgt. De tumor reageert niet meer op jodiumbehandelingen. We noemen dit jodiumrefractaire ziekte. Er zijn daarbij uitzaaiingen aanwezig. De uitzaaiingen of tumoren die zijn niet meer chirurgisch te behandelen. Dus er kan niet meer geopereerd worden om de ziekte in zijn totaliteit te verwijderen. De uitzaaiingen groeien snel. Of de tumormarker, dat is thyroglobuline bij papillair folliculair schildklierkarcinoom of calcitonine bij medulair schildklierkarcinoom, die lopen heel snel op. Als er sprake is van één van of combinatie van deze definities, dan is er sprake van gevorderd schildklierkarcinoom. Nou, in Nederland hebben we per jaar ongeveer 700 mensen die de diagnose schildklierkanker krijgen. Als we kijken naar de cijfers van 2022, dan waren er 9400 mensen met schildklierkanker. 5-10% van deze mensen heeft uitgezaaide ziekte. Dus waarbij de ziekte al buiten de schildklier aanwezig is. En daarvan is 5% niet meer gevoelig voor jodium. Dus het is al een vrij zeldzame ziekte. En als we kijken naar de groep van patiënten die gevorderd is, dan is dat een heel klein aantal. Wanneer kom ik in aanmerking voor systeemtherapie? Dat is een belangrijke vraag. Nou, wat zijn de definities die daarvoor gelden? Er is sprake van gevorderde schildklierkanker. Dat is natuurlijk een belangrijke. Maar het is altijd in combinatie met of u heeft last van de ziekte. Dat betekent dat u wellicht heel benauwd bent. Of u heeft veel pijnen in het lichaam door de ziekte. De uitzaaiingen groeien snel. Of de tumormarker, thyroglobuline of calcitonine, verdubbelt zich heel hard. Nou, als er sprake is van deze punten, dus gevorderd schildklierkanker, in combinatie met de 3 punten die ik net noemde, dan komt u in aanmerking
voor systeemtherapie. Wat is systeemtherapie? Nou, systeemtherapie, dat is behandeling, dat zijn geneesmiddelen die als doel hebben om stilstand of afname van de tumorcellen te bewerkstelligen. En dit in de regel zijn dit bij schildklierkanker of is het bij schildklierkanker een tyrosine kinase remmer. Het is een beetje een duur woord, maar hoe ik het uitleg is dat het toch tabletjes zijn die in de regel gelden voor, ja, toch een soort chemotherapie. Voor schildklierkanker zijn het altijd tabletten. Hoe vaak neem ik de medicatie in? Zult u zich wellicht afvragen. Nou, dat hangt echt af van het type medicatie die u krijgt. En we komen zo meteen op de verschillende soorten behandelingen die we hebben voor de verschillende typen schildklierkanker. En afhankelijk van het type neemt u de hoeveelheid in. Heel belangrijk om het natuurlijk goed te bespreken met uw behandelaar. Het volgende plaatje wat ik laat zien kan wat ingewikkeld zijn. Dit betreft een tumorcel. Nou, u ziet een mooie ronde tumorcel. Het is vaak niet zo mooi als het in uw lichaam zit. Maar wat we zien op het celmembraan, dat is de buitenkant van de cel, dan ziet u verschillende kleurtjes. We noemen dat receptoren. Dat zijn een soort antennes. En wij hebben in de laatste jaren is er heel veel onderzoek gedaan naar dit soort antennes. En dat kan voor iedere tumorcel, voor iedere tumor kan dat verschillend zijn, per patiënt. Dus vaak heeft de tumor op alle tumorcellen wel dezelfde antennes, maar het kan dus per patiënt, per tumor verschillen. En dat betekent dat het heel belangrijk ook is voor de systeemtherapieën om te weten welke antennes bij u aanwezig zijn. Wij noemen het tumor-DNA. En dat we daarvan op de hoogte zijn. Want dit is van belang. Welke mogelijkheden, welke experimentele mogelijkheden bij u nog kunnen aan behandelingen. En of u in aanmerking komt voor de nieuwe medicamenten op het gebied van het medulair schildklierkarcinoom. Daar komen we zo meteen op. Nou, u ziet hier de antennes en daarboven staan ook een aantal geneesmiddelen genoemd. Als wij in het biopt vinden door middel van pathologisch onderzoek en moleculaire diagnostiek welke antennes u heeft, kunnen wij op maat met u bespreken welke behandelingen bij u effectief kunnen zijn. Dus wij vinden het heel belangrijk om op een bepaald moment in de ziekte moleculaire diagnostiek te verrichten. Zodat wij meer duidelijkheid hebben over de mogelijkheden tot behandeling. En we zien dat plaatje heel veel verschillende antennes lopen. En dat is ook gunstig. Want we zien nu in de laatste jaren dat er meerdere aangrijpingspunten zijn voor behandelingen. Een deel daarvan is al regulier. Dus daar komt u al voor aanmerking. En een deel doen we nog experimenteel. Dus daar moeten we nog meer van leren. En daar zal uw specialist het op een bepaald moment met u over hebben. Ik ga me nu richten in dit stuk op de specifieke behandelingen. En dan beginnen we bij de papillaire folliculaire schildklierkarcinomen. Dit zijn de zogenaamde gedifferentieerde tumoren. Andere medulair schildklierkarcinoom. Mochten mensen gevorderde schildklierkanker hebben, papillair of folliculair, dan zal de eerste lijns behandeling voornamelijk lenvatinib zijn. Dit zijn tabletten. En de dosis die geregistreerd staat is 24 milligram. Maar daar zal ik straks nog even op terugkomen. In de tweede lijn, dus mochten mensen doorgroeien, of mocht de tumor doorgroeien op lenvatinib, of mochten mensen heel veel bijwerkingen hebben, dan kan er eventueel overwogen worden om sorafenib te geven. Dat is ook een middel wat geregistreerd staat voor schildklierkanker, papillair of folliculair. De derde stap is, op het moment dat mensen niet meer reageren op lenvatinib of sorafenib, dan gaan we kijken door middel van het DNA van de tumor, wat ik net liet zien met de antennes op de tumorcel, moleculaire diagnostiek. Waar kan het patiënt nog voor een aanmerking komen als we kijken naar de tumorcel?
Deze moleculaire diagnostiek wordt in heel veel centra nu gedaan in Nederland. De behandeling van gevorderd schildklierkarcinoom. Belangrijk dat dit wel in een expertisecentrum gedaan wordt. In een centrum waar men ervaring heeft met schildklierkanker. En ook met het geven van deze systeemtherapie in deze groep patiënten. Wij hebben hier op onze afdeling veel ervaring met de behandeling van schildklierkanker. En ook de behandeling met systeemtherapie. We worden geholpen door onze richtlijnen. De richtlijnen in Nederland, maar ook de richtlijnen die we in Europees verband met elkaar maken. En wat vinden wij in Europa? Wat wij dat de eerste behandelkeuze zijn bij de verschillende tumoren. Nou, dan zie je ook dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen mensen die klachten hebben en geen klachten. En als mensen klachten hebben en er is sprake van gevorderde schildklierkanker, dan vinden wij dat wij systeemtherapie moeten bespreken. Systeemtherapie, soms kunnen we nog wel zeggen bij klachten, wij kunnen heel lokaal behandelen. Ze kunnen bijvoorbeeld radiotherapie geven bij veel pijn in het bot, als daar een botmetastase zit. Of wellicht kunnen we nog wel opereren om de klachten te verminderen. Maar als operatie, radiotherapie niet mogelijk is, zullen we altijd met u systeemtherapie bespreken. En daarmee proberen we ook de klachten te verminderen. En dan zullen we kijken naar de eerste lijns mogelijkheden die voor u gelden. Als we kijken naar folliculair, papillair, zal het in Nederland lenvatinib zijn. Maar dit kan nog wel verschillen binnen de Europese landen. Als u geen klachten heeft, maar wel gevorderd schildklierkanker, dan kunt u overwegen om nog te wachten met behandelen. Dat is iets om in de spreekkamer met uw specialist te bespreken. Wat is het optimale moment om te starten met de behandelingen? Want een van de belangrijkste waarden die we hebben en de belangrijkste eindpunten wat mij betreft is de kwaliteit van leven. En die moet in verhouding staan met de bijwerkingen die u mogelijk kunt krijgen, maar ook de winst die we kunnen verwachten van systeemtherapie. Dat is een van de belangrijke punten waar we eigenlijk altijd op terugkomen in de spreekkamer. Nou, u ziet ook in de laatste kolom, de groene omcirkelde balken, dat er verschillende mogelijkheden zijn. En daar zal ik nu verder over praten. Eerste ervaringen die we hebben bij papillair folliculair schildklierkanker, dat is sorafenib. Dat is al in 2013 of 2014 is dit al gepubliceerd in grote wetenschappelijk tijdschrift vanuit de Verenigde Staten. Waarbij we al zien, de mensen met de rode lijn, dat zijn de mensen die sorafenib hebben gekregen. De blauwe lijn, de mensen die dit niet hebben gekregen. Die een zogenaamd placebo hebben gehad. Dus een middel wat eigenlijk geen effectiviteit heeft of geen werkzaamheid heeft. Maar we zien duidelijk dat er een winst is. En wat zien we effectief? Dat als mensen sorafenib krijgen, dat er nog 10 extra maanden mensen geen toename hebben van de ziekte. Dus we zien een winst ten opzichte van als we geen medicatie geven. Maar ik begon al net over de eerste keuze, lenvatinib. En dat doen we omdat we zien in vergelijking met de voorgaande grafiek dat de blauwe lijn, dat zijn de mensen die lenvatinib hebben gehad, dat die lijn veel hoger ligt dan de zwarte lijn als je het vergelijkt met de vorige dia. Dat houdt in dat mensen nog langer stilstand hebben van de tumor. 18 maanden gemiddeld. Als mensen starten met lenvatinib in vergelijking met geen medicatie. Dus we zien toch wel een winst ten opzichte van sorafenib. Heel belangrijk, en dat heb ik net ook al even genoemd, zijn de bijwerkingen. We zien al uit deze eerste studies dat de bijwerkingen aanzienlijk kunnen zijn. En eigenlijk bijna alle mensen ondervinden in enige mate bijwerkingen door deze systeemtherapie. Heel belangrijk om daar ook goed over te praten, dat u erover goed bent wordt voorgelicht voordat u start. En er moet ook in gedurende de behandelingen steeds op terug worden gekomen. Vanuit de studies hebben we gezien dat er zowel van lenvatinib als sorafenib veel bijwerkingen kunnen optreden. Eigenlijk hebben alle patiënten bijwerkingen
door deze medicatie. Het is heel belangrijk om goed voorgelicht te worden over de bijwerkingen en hier ook meerdere malen op terug te komen als de behandeling eenmaal gestart is. Als men bijwerkingen heeft, dan kan het voorkomen dat we de dosis van de medicatie verlagen. Het kan ook zijn dat we tijdelijk moeten stoppen. En soms zijn we helaas genoodzaakt om de medicatie permanent te stoppen. Het is heel belangrijk om te kijken naar de kwaliteit van leven. Veel mensen met gevorderde schildklierkanker hebben namelijk helemaal geen klachten. En we gaan er eigenlijk vanuit dat men altijd bijwerkingen zal hebben. Dat kan een effect hebben op uw kwaliteit van leven. En daarom is het heel belangrijk om met uw specialist na te gaan. Heeft het nu zin? Is het nu effectief om te gaan starten met de behandeling? Wat is mijn winst? En daarin is het heel belangrijk om steeds de kwaliteit van leven heel goed in het vizier te houden. Bijwerking, waar praat ik dan over? Lenvatinib, omdat we dit het vaakst voorschrijven. Hoge bloeddruk. Het is heel belangrijk al om voordat we beginnen met lenvatinib om de bloeddruk goed gecontroleerd te hebben. Als u al een hoge bloeddruk heeft en daarvoor behandeld wordt, is het van belang dat we deze bloeddruk goed gereguleerd hebben. Het is belangrijk dat de bovendruk echt onder die 140 is, wat we aanhouden. De bovendruk en de onderdruk echt onder de 90 is. Want we gaan ervan uit dat bijna alle mensen een verhoging laten zien van de bloeddruk. Tijdens de behandeling kan de bloeddruk ontzettend oplopen. En dat is ook de reden dat we u vaak zullen controleren, met name in het begin van de behandelingen. Diarree komt ook voor. Belangrijk ook als dit heel erg toeneemt, om dit goed te bespreken met uw specialist. Vermoeidheid treedt op, verminderde eetlust en mensen zullen ook gewicht verliezen. Dat zien we altijd. Ook heel belangrijk om dit in de gaten te houden met uw specialist. En mocht het gewichtsverlies te veel worden, moeten hier natuurlijk ook maatregelen voor worden genomen. Zoals bijvoorbeeld extra drinkvoeding. En dat kunt u bespreken met een diëtiste. Sorafenib zien we vaker klachten van de handen en van de voeten. Diarree ook. Haaruitval kan optreden. Vermoeidheid. Dat zijn allemaal bijwerkingen die nu ik kort noem. U krijgt een patiëntenfolder mee als u start met de behandeling. Daar staan ook vrij veel bijwerkingen in. Het is niet gezegd dat u al die bijwerkingen krijgt. Vaak niet. Het wisselt heel veel. Het wisselt voornamelijk. De ene patiënt heeft meer bijwerkingen dan de ander. En we zullen het pas opmerken of zien als u met de behandeling gaat starten. Heel belangrijk om dit wel te bespreken. Nu zal ik weer een stuk verder gaan over medulair schildklierkarcinoom. Er gebeurt namelijk veel in de laatste periode. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen ten gunste van de patiënten. De eerste lijnsbehandeling in Nederland is vandetanib. Hier hebben we al heel veel jaren ervaring mee. De tweede lijn, dat betekent als mensen heel veel bijwerkingen hebben van vandetanib, zodat we moeten stoppen met de medicatie. Of mensen laten groei van de tumoren zien onder vandetanib, dan komt u in aanmerking voor celprocatinib. Voor beide middelen tegenwoordig moet vastgesteld zijn in de tumor dat er sprake is van een zogenaamde RET-mutatie. Dan komt u in aanmerking voor beide medicamenten. Belangrijk ook om dit op een bepaald moment gedurende ziekte duidelijk te hebben of u in aanmerking gaat komen voor deze behandelingen. Vandetanib, eerste lijns behandeling bij patiënten met medulair schildklierkarcinoom met een RET-mutatie. Hier ook weer kijken we naar de tijd totdat de tumor weer groeit. In vergelijking met als wij geen vandetanib geven. En dan zien we dat er een winst is van 30 maanden. Dat is heel lang ten opzichte van de mensen die geen vandetanib krijgen. En dit is getest bij de hoogste dosis van 300 milligram. Dus we zien duidelijk een verbetering ten aanzien van de groei van de tumoren. De nieuwste data die we binnen hebben is op het gebied van celprocatinib. Ook een RET-remmer. Dus mensen met medulair schildklierkarcinoom en die RET-mutatie komen hiervoor in aanmerking.
We zien dat de uitkomsten excellent zijn tot nu toe. Heel erg gunstig voor deze patiënt met een medullarisopticarcinoom en een RET-mutatie. We zien namelijk hier ook de bovenste lijn blijft eigenlijk vrijwel horizontaal. En dat is al eigenlijk bij 40 weken zien we nog dat de meeste mensen in leven zijn met celpacatinib en dat de tumor niet doorgroeit. We zien hele goede responsen op celpacatinib. Met maar weinig bijwerkingen, veel minder dan bij vandetanib, waar ik nu naar wil refereren. We zien bij vandetanib een bijwerking dat de zon vermeden dient te worden. In ieder geval goede bedekkende kleding moet men dragen, want mensen verbranden heel snel met vandetanib. Dus dat is heel belangrijk om hier dit goed in acht te nemen. Zonnebescherming en bedekkende kleding. Huidafwijkingen komen veel voor, lijkend op wat acne-achtige afwijkingen. Diarree, misselijkheid, de bloeddruk kan oplopen, vermoeidheid. En we kunnen hartritmestoornissen vinden. Vandetanib controleren we ook regelmatig het hartritme door middel van een ECG, een hartfilmpje. Celpacatinib zijn de bijwerkingen aanzienlijk minder. Mensen ervaren wel eens een droge mond, wat maag-darmklachten, gewichtstoename. Ook die hartritmestoornissen kunnen optreden. Een hogere bloeddruk en ook hier weer diarree. Maar als ik het vergelijk, de mensen die ik behandel met vandetanib, in tegenstelling tot celpacatinib, zien we dat de bijwerkingen aanzienlijk minder zijn. Op dit moment wordt er gewerkt aan een eerste lijnsregistratie voor celpacatinib bij mensen met een medullarisopticarcinoom. Gevorderd medullarisopticarcinoom. Dat betekent dus dat de vandetanib-medicatie de tweede lijn gaat worden. En dat de meeste mensen dus in de eerste lijn al kunnen starten met celpacatinib. En dat zal een grote winst zijn voor deze groep. Met name ten aanzien van de bijwerkingen, maar ook de effectiviteit van de medicatie. Dus hier kijk ik erg naar uit. Ik zal nog even terugkomen op de bijwerkingen. We zullen de bijwerkingen met name behandelen naar het probleem. Mocht u een hoge bloeddruk hebben, zullen we bloeddrukmedicatie geven. Soms kan het nodig zijn om de dosering te verlagen. Om de bloeddruk daarna weer te verbeteren. Als de bloeddruk heel hoog is en oncontroleerbaar met de laagste dosis, dan zullen we stoppen met de medicatie. Dus het is erg afhankelijk van het type bijwerking, hoe dat behandeld wordt. Maar in de regel zal er dus heel gericht behandeling worden ingezet om de bijwerking te verminderen. Maar in de regel zullen we ook proberen de dosis te verlagen. En indien nodig, wat ik al eerder noemde, zullen we helaas permanent moeten stoppen met de behandeling. Ik wil u nog een aantal adviezen geven. Mocht u in aanmerking komen voor systeemtherapie, is het heel belangrijk dat u in een expertisecentrum wordt behandeld. Een centrum gespecialiseerd in schildklierkanker, maar met ook voldoende ervaring in het voorschrijven van deze systeemtherapie voor patiënten met schildklierkanker. Idealiter wordt u behandeld in een team met ervaren endocrinologen, oncologen. U spreekt hier nu met een endocrinoloog die ook deze systeemtherapie voorschrijft. Een vrij unieke situatie, omdat ik hiervoor gericht ben opgeleid en dit ook kan doen. Dat betekent dat we jarenlang de patiënten kunnen behandelen, ook nadat de ziekte gevorderd is geworden. Het is heel belangrijk dat u de patiënteninformatie die u gaat krijgen van uw behandelaar goed doorleest. Hierin staat wat u kunt verwachten aan bijwerkingen. Hierin staat ook altijd genoemd wie u kunt bellen in de avond, in de nacht, als er iets gebeurt omtrent deze medicatie. Het is belangrijk dat u dit weet, want het kan soms nodig zijn dat u binnen enkele uren gezien moet worden door een medisch specialist. Heel belangrijk om dit te weten. Wie is mijn vaste contactpersoon? Wie kan ik bellen? Wie kan ik e-mailen als er problemen zijn? Stel al uw vragen voordat u start. Start voorbereid. Lees goed de informatie door. Kom erop terug. Wees goed voorbereid. Belangrijk om te weten,
Hoe moet ik de medicatie innemen? Mag het met, zonder voedsel? Het is eigenlijk regulier dat we adviseren om de medicatie op elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen. Dat geldt eigenlijk voor alle tabletten die ik net heb genoemd. En bespreek in de loop van de ziekte, loop van de behandelingen, ook uw medisch specialist over de bijwerkingen die u ervaart. Heel belangrijk dat we hiervan op de hoogte zijn om u ook hier passend in te kunnen begeleiden. Dat zijn de belangrijkste zaken. Ik hoop dat ik u voldoende heb kunnen voorlichten. En ja, bespreek dit met uw medisch specialist als u hier vragen over hebt. Belangrijk om dit al in het vroeg stadium met elkaar te overleggen. Is het mogelijk om moleculaire diagnostiek te doen? Geeft u deze behandeling? En wat kan ik ervan verwachten? Nog een fijne dag. Dag. Fijn dat we hier vandaag mogen zijn en u een aantal vragen mogen stellen. We praten vandaag over gevorderd schildklierkanker. Maar welke stappen gaan daar nu aan vooraf, voordat je in dat stadium terechtkomt? De eerste stap bij schildklierkanker is eigenlijk altijd operatie. Tegenwoordig gaan we veel meer over naar één deel van de schildklier verwijderen, dus de helft, zogenaamde hemiteroidectomie. En kunnen we de andere helft laten staan als de tumor klein genoeg is. Als er sprake is van een grotere schildkliertumor of er zijn meer ongunstige kenmerken, dan wordt de hele schildklier verwijderd. Vervolgens, als de hele schildklier is verwijderd, wordt er radioactief jodium gegeven. Daarna is er een periode van steeds kijken. Zien we een lymfeklieruitzaaiing bijvoorbeeld, of zien we dat een stukje schildkliertumor teruggroeit. Daar kijken we in de loop van de jaren steeds naar. En daarna dan zullen we ook passend behandelen, vaak ook met operaties weer. Zoveel mogelijk chirurgie. We doen stukken minder radioactief jodium de laatste jaren. Maar als het nodig is, ja, geven we toch weer hoge doses radioactief jodium. Dus dat is eigenlijk die periode voordat we zeggen, op een gegeven moment als mensen dus niet meer reageren op jodium, terwijl er wel echt ziekte wordt gezien, we zien uitzaaiingen, ja, dan spreken we over refractaire ziekte. Dus de tumor is niet meer gevoelig voor radioactief jodium. En dat is eigenlijk allemaal wat eraan vooraf gaat. Dus na de chirurgie, na de radiotherapie, dan komt de systeemtherapie. Ja, dus we noemen het geen radiotherapie, dat is echt bestralen van buiten. Ja. We noemen het echt een radioactief jodium wat we geven. Nucleaire behandelingen. En radiotherapie is wanneer we echt stralen, zoals bijvoorbeeld bij borstkanker. Dat, ja. 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 Nou, dan leer ik er ook weer van. Heel goed. Dat gevorderd schildklierkanker, komt dat bij bepaalde groepen meer voor? Zijn er risicogroepen? Ja, we zien algemeen dat het vaker is bij mensen die al wat ouder zijn. Maar wij zijn altijd beducht op gevorderde schildklierkanker. We houden mensen heel goed in de gaten. Het kan ook voorkomen als men wat jonger is. Maar we zien in de regel dat het vaker toch bij wat oudere mensen voorkomt. Ja. Ja, dat klinkt ook wel logisch. En dan wordt er ook gesproken van refractair. Maar wat betekent dat woord refractair eigenlijk precies? Ja, refractair geldt eigenlijk alleen maar voor de mensen die een folliculair of papillair schildkliercarcinoom hebben gehad. Want die tumoren zijn gevoelig voor radioactief jodium. En op het moment dat we zien dat de tumoren doorgroeien, ondanks dat we radioactief jodium hebben gegeven, of we zien bijvoorbeeld geen opname meer op de scans die we daarna doen, we kijken van, zien we dat het jodium ook in de tumorcellen terechtkomt, als we dat niet meer zien, dan spreken we op een gegeven moment van, ja, de tumor reageert niet meer op radioactief jodium. En dat is jodium refractair. Dat is de uitdrukking. Zo wordt er ook gesproken in uw presentatie over tumormarkers. Ja. Wat betekent dat precies? Ja, tumormarker gebruiken we eigenlijk de stoffen die een tumor maakt om te meten in hoeverre zo'n tumor aanwezig is. We verwachten enige lineariteit daarin. Als een tumor groter is, meer tumormarker. Folliculcellen, dus het heel detailist wat ik nu ga vertellen. Folliculcellen zien we bij papillair, daar groeien die tumoren uit uiteindelijk. Bij papillair of folliculair. En die maken thyroglobuline aan. Mm-hmm. En ja, die functie blijft vaak behouden bij de schildklierkankers. Dat de tumor nog steeds ook thyroglobuline maakt. En dat meten we in de loop. Of dat nog aanwezig is. Sowieso is folliculair en papillair de meest voorkomende vormen, toch? Van de schildklierkanker. En bij medullair is dit calcitonine.
C-cellen in schildklierkanker maken calcitonine aan. Ja. Dus we meten eigenlijk dat ook in de loop van de, ja, van de jaren. Dat is heel totaal iets anders eigenlijk. Ja, een andere marker, ja, klopt. Waarnaar gekeken wordt. En we hebben het over natuurlijk gevorderd schildklierkanker. Dan is het voor de patiënt, eigenlijk is dat altijd zo, heb je het liefst één behandelend specialist. In het geval van gevorderd schildklierkanker, met welke specialist heeft de patiënt dan te maken? In de hele patient journey, zoals we dat tegenwoordig noemen, is de endocrinoloog de hoofdbehandelaar. Die is vaak al vanaf het begin betrokken. In het begin is de chirurg aan zet. Belangrijk voor natuurlijk de operatie doen de chirurgen. De nucleaire dokters voor de jodiumbehandeling. Maar de endocrinoloog is altijd in het hele traject hierbij betrokken. Op het moment dat er sprake is van gevorderd schildklierkanker, dan zal gekozen worden voor de tabletten, de chemotabletten, tyrosine-kinase remmers. In de meeste centra, of eigenlijk in alle centra, zal de endocrinoloog dan verwijzen naar de oncoloog om de behandeling over te nemen. En wij hebben hier de luxe, het UMC Utrecht, dat ik zelf de behandelingen geef ook. Dus ik ben... Maar u bent uniek daarin eigenlijk? Ik ben de endocrinoloog die ook opgeleid is om de chemotabletten voor te schrijven, ja, want voor schildklierkanker. Als ik het goed begrijp, is bij gevorderd schildklierkanker, de medicatie bestaat altijd uit tabletten en dat noemt u de chemotabletten. Ja. Om ook de heftigheid, de zwaarte, ja, aan te geven, ja, van deze medicatie. Ja, ook gezien de bijwerkingen die we zien die optreden, ja, noem ik het in de spreekkamer ook, dat zullen mijn patiënten ook herkennen, echt chemotabletten. Ja, ja, u spreekt bij een van de bijwerkingen, bij een van de vormen van de medicatie ook over hand-voetreacties. Wat bedoelt u daar precies mee? Ja, dat zijn bekende bijwerkingen bij verschillende chemotherapeutica. Niet alleen maar voor de sorafenib, want daar zien we dat. Daar komt dat voor, ja. Ja, echt pijnlijke handen, rode handen. Handen kunnen echt gaan vervellen. Het kunnen vrij ernstige klachten zijn. Ook de voeten kunnen vervellen. Mensen kunnen op een bepaald moment soms bijna niet meer lopen vanwege die pijnklachten. Dus dat is een heel belangrijke een bijwerking die vrij veel problemen kan geven. Dus het is heel belangrijk om daar tijdig dat aan te geven. Ja. Dat een dergelijke bijwerking start. Want dan kun je nog op tijd proberen dat terug te dringen. Ja, u vertelde in de presentatie ook dat de bijwerkingen echt heel ernstig kunnen zijn. Dat verschilt per patiënt, begrijp ik. Klopt. Sommige mensen hebben bijna geen bijwerkingen. En dat is echt iets wat je van tevoren eigenlijk niet weet. Wat we in de praktijk zien. De ene persoon heeft ontzettend veel bijwerkingen. Vanaf het begin al, de eerste week al, ernstige bijwerkingen. En de andere persoon, ja, die fietst door zo'n behandeling heen en heeft heel weinig klachten. Ja, eigenlijk niet eerlijk voor degene die zo erg getroffen worden door die bijwerkingen. Maar dat is wat het is, natuurlijk. Ja. Een heel ander stapje, even die bijwerkingen. Pas ik ben echt onder de indruk van de heftigheid van die bijwerkingen. Is er verschil tussen man of vrouw daarin? Is dat wel onderzocht? Dat is natuurlijk op dit moment een item wat je heel veel tegenkomt bij cardiologie, bij het hele menopauzeconsortium. Is dat bekend? Nou, eigenlijk is het juist heel prettig wat we zien, dat het gelijkelijk verdeeld is vaak. Ja. En ook de effectiviteit, gelukkig, van die geneesmiddelen is voor man en vrouw gelijk. En daarin, ja, ook de bijwerkingen. Ja, nou ja, dat is ook het meest logische eigenlijk en maakt het iets makkelijker omdat de hele populatie op dezelfde manier kan worden geholpen. Exact. Ik neem aan dat het een domme vraag is, maar kun je zelf iets doen tegen die bijwerkingen? Er is nooit een domme vraag, dat leren we altijd. Nee, vaak is er, we kunnen anticiperen op bepaalde bijwerkingen, dus de bloeddruk goed reguleren voor lenvatinib start. Hand-voetsyndroom kunnen ervoor zorgen, ik geef ook het advies als ik het verwacht, om naar de pedicuur te gaan, om goed het eelt te verwijderen. Want juist eeltplekken bij de voeten kunnen heel veel pijn gaan doen als het hand-voetsyndroom optreedt. Dus per jaar verschillende bijwerkingen die men kan verwachten, kan je wel adviezen geven. Ja. Maar alsnog, ja, kan je vaker toch niks aan doen als het ja, eenmaal optreedt. En ja, dan moet je weer kijken, hoe kunnen we het oplossen, gericht op die bijwerking? Of moeten we ook weer gaan verlagen in de dosis? Ja. Of stoppen, soms. Ja. Ja, en dan ben je thuis als patiënt en dan komt er, denk ik, kan ik me zo voorstellen als ik lees hoe ernstig die bijwerkingen zijn, dat moment die zegt, ik kan het gewoon niet meer. Maar op welk moment, als dit speelt, bel je je specialist? Op dat moment. Op dat moment. Ja. Op het moment dat u het gevoel heeft, dan, dit kan echt niet meer, dan is het heel belangrijk om direct contact op te nemen. En dat er contact is met de specialist of vast contactpersoon. Ja.
kijken hoe we verder kunnen gaan. Ja, echt niet doorgaan dan. Nee, denk nee, ik, nooit doorgaan. Altijd contact opnemen, want ja, vaak kunnen wij goed kijken wat er achter zit. Ja. En als het gevoel van het gaat niet meer, dan zijn we eigenlijk al te laat. Ja, want ik denk dat bijna iedereen wil proberen het zo lang mogelijk vol te houden. Ja. Ja, heel, heel indrukwekkend en ook zwaar. Ja, u benoemt daarin ook van dat het heel belangrijk is om het moment te bepalen wanneer je start vanwege die bijwerkingen. Hoe groot is de inspraak van de patiënt op dat moment om te gaan starten? Ik neem nooit alleen de beslissing. Het is denk ik voor, dat geldt nu voor denk ik alle specialisten. Je doet het altijd gezamenlijk, hè? Zo'n shared decision making. Hè? Je, belangrijk om goed voor te lichten en ook wel een medisch advies te geven. Ja. Maar uiteindelijk neem je dat advies, de beslissing neem je dat samen. Pas het op dat moment in het leven van een patiënt om te gaan starten. Het is nogal een afweging. En goed om te horen dat die inspraak er is. Geldt dat eigenlijk ook bij de keuze van een specialist bijvoorbeeld? Altijd. Altijd? Altijd. Bij de behandeling, bij altijd. Medicatie? Ja. Nou, het is, Ik denk dat het heel belangrijk is om voor de mensen die in aanmerking gaan komen ook gewoon research te doen, te gaan kijken. Hè, van wat is er over bekend? En dat zie ik eigenlijk nu ook gangbaar bij de meeste mensen die bij ons komen. Die zijn heel goed al ingelezen. En weten ook wat de expertisecentra zijn waar ze goed behandeld gaan worden. Ja. Ja, nou ja, wij hebben natuurlijk vanuit Schildklierorganisatie Nederland een visiedocument waarin we ook verwijzen naar expertisecentra die volgens ons expertisecentra moeten heten. Ja, dat is voor ons echt een heel belangrijk iets, zeker in dit stadium, inspraak altijd belangrijk. We hebben het hier ook over systeemtherapie. Het wordt ook wel, als we aan het koekelen zijn, ook wel doelgerichte therapie genoemd. Wat is het verschil? Nou, dat is iets waar we natuurlijk veel meer naartoe gaan. Wat ik ook tijdens mijn presentatie heb proberen aan te geven. Doelgericht, dat is meer dat we echt kijken naar die tumor-DNA. Hè, waar de antennes die ik liet zien. Hè, dat we heel erg gaan naar wat zien we aan de tumorcel zelf. Hoe gericht kunnen we behandelen. Celpacatinib is daar een heel mooi voorbeeld van. Het is echt een selectieve RET-remmer. Dus mensen die RET-mutatie hebben of laten zien in hun tumor. Dan geef je heel gericht... Echt heel focus. Bijna op maat. Exact. Ga je het doen. Exact, ja. Ja. En je ziet dus ook, vooral bij die middelen, hele goede effectiviteit, hele goede respons noemen we het dan. Hè? Ja. En ik ga ervan uit dat er steeds continu onderzoek is om nog meer middelen op de markt te brengen die bijwerkingen terugdringen en echt zo effectief mogelijk Klopt. Met behoud van kwaliteit van leven Klopt. Zijn. Ja. U noemde het woord RET-mutatie. Wat betekent dat precies? Ja, we weten dat tumoren in de cel, zijn er allerlei processen gaande die ervoor kunnen zorgen dat een cel in het lichaam te snel gaat groeien. Mm-hmm. En dat die cel heel makkelijk voorzien wordt van bloed. Dat er heel snelle delingen plaatsvinden en dan krijg je een kankercel. En zo'n kankercel weet zichzelf heel goed in leven te houden. En dat gebeurt door zogenaamde drivers, duwers in zo'n cel. RET is zo'n die versnelt. Die versnelt. Die zorgt ervoor dat de tumor snel kan gaan groeien, delen. En dat zie je dus bij het RET gebeuren. En het is belangrijk, want als ik het verkeerd begrepen heb, weet ik zeker dat u me corrigeert. Dat als je die RET-mutatie hebt, dan kom je in aanmerking voor bepaalde medicatie. Dat klopt. En die RET-mutatie, ik doe steeds op medulaire schildklierkarcinoom, maar we zien het ook bij papillaire folliculair kunnen mensen ook drager zijn van een RET-mutatie. En dan komt men in aanmerking voor een middel als celpacatinib. Wat op dit moment voor deze groep echt goede resultaten levert. Uitstekende resultaten. Uitstekende resultaten. Ja. Dan valt het mij op in uw presentatie dat er steeds gesproken wordt over de eerste lijn, de tweede lijn en dan vaak een derde stap. Ik begrijp uiteraard dat u het niet heeft, de eerste lijn als de huisarts en de tweede lijn als het ziekenhuis, maar ik raakte er wel een beetje van in de war. Ja, nee, dat begrijp ik. En dat is misschien ook een heel erg vakterm hoe wij spreken. En dat is met name hoe oncologen spreken. Je kijkt altijd, wat is de eerste optie? Dat noemen we de eerste lijn. En als men niet goed reageert erop, dus mensen hebben bijwerkingen of de tumoren groeien door, dan gaan we naar een tweede lijn. Eigenlijk de tweede de volgende optie. Stap eigenlijk. Exact. Ja, exact. Ja. Ja. En die derde stap, dat is natuurlijk, het wordt steeds moeilijker, heftiger, serieuzer, denk ik dan. Gebeurt dat in alle universitaire centra? Elk universitair centrum heeft de mogelijkheid om die moleculaire diagnostiek te doen.
En dan gaan we kijken hoe de tumor eruit ziet en wat kunnen we nog meer vinden. Vaak weten we het al, want we doen het veel eerder in het proces tegenwoordig. En dan ga je heel gericht kijken, zijn er nog mogelijkheden op basis van andere mutaties, antennes die we vinden. Ja. Ja. En dat kan in elk academisch centrum. Alleen we weten ook dat we doen het steeds meer. Dat die stap wordt vaak in onderzoeksverband gedaan. Ja. En dat kan nog wel verschillen per centrum welke onderzoeken lopen. Dus het is in die fase ook belangrijk dat de behandelaar ook verder kijkt dan het eigen centrum. Van wat zijn de mogelijkheden in de... En dan praten we over experimentele behandelingen ook vaak. Ja. Die heel belangrijk kunnen zijn. Ja, daarom vinden wij het natuurlijk ook zo belangrijk waar iemand behandeld wordt. Exact. Het is natuurlijk een hele zeldzame aandoening. Hè. U sprak al over 700 patiënten per jaar. 9400 patiënten in 2022, als ik het in totaal, dat klopt. En daarvan is maar die 5-10% gevorderd. Ja. 5% daarvan is deodorum-refractair. Dus het is echt een 50 mensen in Nederland zou het dan zijn. Ja, zijn er 50 te veel, hè? Ja, zeker. Ja. Ja. Mijn laatste vraag is natuurlijk naar de toekomst toegekeken. Wat verwacht u in de toekomst qua ontwikkelingen? Ik verwacht dat we steeds meer op maat gaan kijken. Steeds meer zullen de mutaties, dat DNA van de tumor, leidend zijn in onze keuze voor de behandeling. En dat zien we dus nu bij ik noem een paar keer al celparkatin, omdat dat echt nu denk ik een heel actuele medicament is waar we hele goede resultaten zien. En daarbij heel erg gericht kijken. En dat gaat de toekomst worden. Ja, en ik begreep dat er net in Madrid ook eigenlijk bewezen is nu dat het echt zo goed werkt, heb ik dat goed begrepen? Dat klopt, ja. We hebben recent op ons grote oncologisch Europees congres, de ESMO, zijn de resultaten gepresenteerd. Waarbij we echt excellente overlevingscijfers zien van celparkatinib ten opzichte van de standaardarmen van detanib, cabozantinib. Dat is bij ons niet geregistreerd voor medicinaire schildkarcinoom, in andere landen wel. Maar we zien duidelijk overlevingswinst en een stuk minder bijwerkingen. Dus we gaan echt meer naar op maat, beste effectiviteit, zo min mogelijk bijwerkingen. Dat we de mensen toch zo effectief mogelijk kunnen behandelen. Dus ja. Het is heel erg in beweging. Dus het is super interessant om dat heel nauw voor ons als specialisten te volgen. Wat er komt. Ik verwacht ook dat we op niet al te lange termijn in de eerste lijn het al kunnen geven bij middelbare schildklierkarcinoom. Er zou heel veel ellende voorkomen, hè, waar mensen eigenlijk nu eerst doorheen moeten. Exact. Ja, ja. Nou, daar gaan we voor. Dank u wel. Deze aflevering gaat dus over gevorderd schildklierkanker. Ik ben een beetje onder de indruk van het verhaal, dus ik weet niet of mijn tekst nog helemaal goed loopt. Maar ik vond het een hele indrukwekkende presentatie, gegeven door dokter Rachel van Leeuwarden hier in het UMCU. Ik wil u hartelijk danken, niet alleen voor de presentatie, maar ook voor al uw inspanning voor onze patiënten. Nu kan ik ook wel zeggen, bijna 10 jaar later, ik ben goed ingesteld op de medicatie. Ik heb nog jaarlijks mijn controles bij de specialist. Mijn marker is nog steeds licht verhoogd. Maar er valt goed te leven met schildklierkanker. Momenteel ben ik ook weer 4 dagen per week aan het werk. Dat gaat goed. Het enige is, je leeft zonder schildklier en dat heeft natuurlijk ook wel zijn consequenties in die zin dat ik altijd een beetje rekening moet houden met belastbaarheid. Maar over het algemeen gaat het goed en kijk ik tevreden terug op deze periode. Ben ik natuurlijk heel blij dat ik in oktober dit jaar de 10 jaar kan aantikken. Ik wil iedereen die te maken krijgt met mogelijke schildklierkanker in ieder geval wel op het hart drukken om zelf aan het roer te blijven staan. En als je het niet vertrouwt, een second opinion aan te vragen. Ja, en het liefst echt naar een expertziekenhuis te gaan.